Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video van Activations. Vandaag bespreek ik met jou hoe je langer kunt hardlopen zonder moe te worden. Iets wat we allemaal al willen. Mijn naam is Jeroen van de Nieuwelaar en ik gebruik hardlopen om jouw vitale leiderschap een boost te geven. Vind je dit nou een interessante video? Abonneer je dan op mijn kanaal, zodat je iedere week deze nieuwe video van mij ontvangt. Vind je dit sowieso een toffe video? Geef dan een duimpje omhoog en doe mee in de comments. Even een vraag voor jou. Hoe zorg jij er nou voor dat je langer kunt hardlopen zonder dat je moe wordt? Wat is jouw ene tip waardoor dat hardlopen nou stukken makkelijker gaat worden? Laat het me even weten in de commentaren hieronder. Het is vandaag Sunday Run Day, zondag, de dag van de lange duurloop. Meestal gaat die duurloop in het begin goed, maar na verloop slaat de vermoeidheid toe en wordt het toch wel lastig. In deze video geef ik je daarom 2 tips om je ademhaling op orde te houden, 1 tip om je pasfrequentie hoog te houden en 1 tip om je benen fris te houden. Want volgens mij zijn dat de dingen die je op orde moet hebben om het verschil te maken in die lange duurloop. Waardoor je gewoon ook op het einde van die duurloop nog frisse benen hebt, fris in je kop bent, veel zin hebt in de dag. En dat je langzamerhand die duurlopen kunt gaan uitbreiden. Zodat je misschien zelfs wel ooit een marathon zou kunnen lopen. Ten eerste wil ik het hebben over de ademhaling. Daarover heb ik recent een andere video opgenomen en die vind je hier. Ik ga je 2 tips geven voor de ademhaling. Je ademhaling zit heel sterk gekoppeld aan je koor. Ademhalen doe je door het middenrif naar beneden te trekken en weer te ontspannen. Zo zuigen de longen zich vol lucht en ontspannen ze weer. Wat gebeurt er nou vaak? Dat je na verloop van tijd je ademhaling heel hoog in de borst krijgt. En dat je niet meer door kunt ademen naar je buik. Tijdens hardlopen heb je die schokbelasting en heeft jouw middenrif ook de neiging om strak te gaan trekken. Terwijl het juist ontspannen moet zijn om zijn werk te kunnen doen. Daarom wil ik je stimuleren om je core stability te vergroten. Hoe doe je dat nou? Ik ga je 2 oefeningen laten zien waarmee jij je core kunt verbeteren. De eerste oefening die je kunt doen is een frontale plank waarbij je steunt op je ellebogen en je tenen. Zorg dat je tussen je schouders en je enkels een rechte lijn hebt en hou dit 30 seconden vast. De tweede core stability oefening is een dead bug. Je gaat op je rug liggen, knieën omhoog, armen omhoog en afwisselend. Strek je 1 been en de tegenovergestelde arm gaat naar achter. Duw daarbij je onderrug in de grond. Dus geen holle rug trekken, maar je onderrug actief in de grond duwen. Nou zullen er vast een aantal van jullie kijken en denken van ja, deze 2 core stability oefeningen, dat zijn toch niet de meest effectieve oefeningen om te lopen. Ja, dat klopt. Het gaat er alleen maar om dat je tijdens het aanspannen van je core ook kunt doorademen. Dus het is met name die ademhaling gecombineerd met een hele eenvoudige core stability oefening. Tip nummer 2 voor de ademhaling is om te gaan lopen op neusademhaling. Neusademhaling heeft een aantal voordelen, heb ik in die andere video ook al laten zien. En het zorgt er in ieder geval voor dat het tempo laag blijft en dat je eigenlijk die ontspanning kunt houden. Nou, dus tijdens het lopen, neus in, neus uit. Of, als je dat niet volhoudt, neus in, mond uit. Zodat je automatisch het tempo laag houdt. Geef het 4 weken de tijd om hieraan te wennen. Pak dan 1 training in de week. Gewoon een half uurtje dat je heel rustig neus in, neus uit gaat ademen. En je zult merken dat het vanzelf beter gaat en dat je tempo ook omhoog gaat. Dus waar je in het begin denkt van nou, dit kan ik hardlopend eigenlijk niet eens volhouden, wordt dat na verloop van tijd een stuk makkelijker. Dat is training. Dan een tip over je pasfrequentie. Nou, een pasfrequentie is het aantal stappen dat je per minuut maakt. Alle apps die je gebruikt op je telefoon of je hartslaghorloge heeft dat in de smiezen. Die houdt dat bij. Wat zegt die pasfrequentie nou eigenlijk? Ideaal wordt vaak gesteld, is 180 passen per minuut. Maar voor veel hardlopers, voor veel recreanten, is dat te hoog. Die komen daar niet aan. Dus ik wil je sowieso eerst adviseren om je natuurlijke pasfrequentie te leren kennen. Nou, dat doe je dus door die op je horloge of op de app op je telefoon op te zoeken. Wat je vervolgens kunt doen, is gewoon die pasfrequentie pakken en daar 5 stappen bovenop doen. Hoe doe je dat nou? Je hebt verschillende apps op je telefoon en een van die appjes die je kunt gebruiken is een metronoom app. Nou, hier heb ik bijvoorbeeld zo'n metronoom app. Kijk, hier zet ik hem aan.
best snel, hè, 180. Stel, je hebt normaal 165 stappen per minuut, dan is het al een hele winst als je naar 170 per minuut gaat. Want dat betekent dat je je voet veel meer onder je lichaamswaterpunt gaat zetten, waardoor je energie spaart. Een klein beetje verhogen zorgt er al voor dat je een stuk efficiënter gaat lopen. Nou heb je gedurende de duurloop de neiging om in te zakken. Dus je start bijvoorbeeld op 170 en na verloop van tijd loop je nog maar op 160 stappen per minuut. Dus zeker aan het einde van de training loont het de moeite om 5 minuutjes lang op die metronoom te gaan lopen. Zodat je jezelf leert om ook op het einde de pasfrequentie hoog te houden. Tipje hierbij nog, je hebt op Spotify een aantal lijsten die op BPM zijn geselecteerd. Beats per minute. Dus als je dan een lijst selecteert die op 170 stappen of 170 BPM loopt, kun je gewoon de muziek aanhouden terwijl je aan het trainen bent. Nou, dan nog één tip over het fris houden van de benen. Jouw heupen en je bekken heeft de neiging om te verkrampen, te verstijven na verloop van tijd. Afvalstoffen die hopen zich op en je kunt gewoon niet meer zo soepel bewegen als in het begin. Het is tijd om die benen soepel te houden. Dat kun je bijvoorbeeld doen door iedere 2 kilometer eventjes een aantal oefeningetjes te doen waarmee je je benen soepel houdt. Ik raad je aan om gewoon je been los te gaan zwaaien. Voor naar achter, een keer of 10 per been. Aan de andere kant. Het tweede dat ik je aanraad om te doen, is eventjes met 2 handen de grond aantikken. En helemaal uitstrekken. Helemaal uitstrekken. Om met name die heupen even goed te openen. Want die gaan verkrampen, daar krijg je last van. Dus die heupen goed openen, tik aan. Strek uit. Doe dit ook gewoon een keer of 10 en dan kun je weer verder en over 2 kilometer herhalen. Deze oefeningen die duren niet langer dan 30 seconden om te doen en dan kun je weer door. Samenvatting van deze video. Let op je ademhaling, dus de juiste houding. Laat de medaille zien en loop iedere 10 minuutjes 1 minuut op neusademhaling. Loop de laatste 10 minuten van je training op een metronoom en stel die dan in op 5 stappen hoger dan wat je gebruikelijk hebt. En stop iedere 2 kilometer eventjes met hardlopen en voer 2 oefeningetjes uit om weer wat soepelere heupen te krijgen. Als je die tips met elkaar combineert, dan garandeer ik jou dat je binnen no time een stuk prettiger loopt zonder dat je moe wordt tijdens de lange duurloop. Vind je dit nou een toffe video? Geef dan eventjes een duim omhoog. Laat een antwoord achter in de comments op de vraag: wat is jouw ideale tip om harder of om langer te lopen tijdens de duurloop? En abonneer je op dit kanaal, zodat je iedere week mijn nieuwste video ontvangt.